Het lijkt erop alsof voor automobilisten andere regels gelden dan voor fietsers, voor wat betreft het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer. Fietsers zijn vaak een gevaar op de weg, want er wordt vaak met meerdere naast elkaar gereden. Ze hebben een koptelefoon of oordopjes in om onderweg naar muziek te luisteren. Ze appen, Instagrammen, Snapchatten en Facebooken. Automobilisten moeten vaak op de rem trappen om een ongeluk te voorkomen, maar als je er wat van zegt, kun je een opgestoken middelvinger krijgen. Fietsers zijn bijna heilig verklaard, maar zouden ze dat zelf ook weten? Ben je wel eens met je mobieltje fietsend bezig? Heel soms wel, ja. Ja. En? Waarom? Waarom? Als ik een bericht binnenkrijg, dat wil ik lezen. Maar ik ben er wel zo dat ik goed oplet. Dat ik niet een ongeluk krijg of zo. Ja, nee, vind ik niet goed. Nee, absoluut niet goed. Bent u wel eens in gevaar gebracht door appende en Facebook? Ja. Toen ik zelf in de auto reed. En dan appende fietsers die absoluut niet opletten. Ja. En wat vindt u daarvan? Ja. Want u mag achter het stuur niet bellen. Nee, precies. Nee, fietsers zouden het ook niet mogen doen. Nee. Dus we moeten met elkaar. Of ik moet verbieden, ik weet niet. Ik weet niet wat de oplossing is. Ik weet alleen dat het gevaarlijk is. Het geeft gevaarlijke situaties. En hoe de oplossing is. Misschien zijn er mensen die er heel creatief over kunnen nadenken. Ja. Ja, ik vind het ook gevaarlijk. Daarom gaan we maar wandelen. Nee, het is natuurlijk, het is altijd, je wordt afgeleid. En overal waar je door afgeleid wordt, al zie ik een leuke vrouw, dan word ik al afgeleid. En dat is toch genoeg? Ja, tuurlijk wel. Maar dat is zo gevaarlijk. En als je door rood licht rijdt. Nee, maar daar word je bij afgeleid. En dat is niet goed. Zit jij wel eens met je mobieltje te spelen op de fiets? Ja, soms wel. Ja. Ja. Dat is heel gevaarlijk, hè? Ja, dat zal wel. Ja, automobilisten die stellen van fietsers die zijn eigenlijk heilig. Die voelen zichzelf heilig en verklaren zichzelf heilig. Ben je het daarmee eens? Ja, dat klopt wel. Ook als ik zelf auto rijd, dan merk je dat ik wel. Ja. Oké. Okay. Oh, dus jij rijdt ook auto en dan merk je hoe gevaarlijk het is? Ja, eigenlijk wel. Er komt vrij veel voor. Maar helaas ook in de auto. In de auto zie ik mensen achter sturen doen. Ja. Maar heel veel automobilisten die klagen daarover, want zij mogen het niet doen. Krijgen een bekeuring, maar de fietsers mogen het wel doen. Terwijl ze voor de automobilisten ook een gevaar zijn. Dat is waar, ik zou het willen verbieden. Heb je een mobiele telefoon? Ja. Ja. En gebruik je die wel eens op de fiets met losse handen? Nee, nooit. Nee, echt niet. Nee. Nee, dat geloof ik. En zie je dat wel om je heen? Ja, heel veel. Ja. En wat vind je er dan van? Ja, gevaarlijk. Ja, net als in de auto op de fiets vind ik ook dat je dat niet hoort te doen. Gewoon in je zak of in je tas en gewoon niet doen. Ja. En zou er wat aan gedaan kunnen worden dat de kinderen het niet meer doen? Ja. Dat vind ik lastig, dat weet ik niet. Ik denk dat het toch een stukje bewustwording is. Soms moeten er dingen misgaan voordat er echt een oplossing voor gevonden wordt. Oh, dus jij zit niet met losse handen te appen en te Facebooken op de fiets? Nee, ik zit wel soms losse handen met fietsen, maar ik heb nooit een mobiel mee bij me. Dankjewel. Oké. Okay.